aflevering van Super Mario RPG, waar we nog 3 deuren moeten fixen. We hebben hier weer een puzzeldeur gevonden. Hey, 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 it's me, the quizmaster, and it's quiz time. Need an explanation? In dit geval even wel, ja. I will give you 12, count them, 12 questions. If you're right, the block you're... Huh? If you're right, the block you're standing on will move up 1. But if you blow it, you go down 2. You have 5 seconds. If you can't answer, you move down 1. Reach the 8th step within 12 questions and you've won. Got it? Okay. What is Cinder Toad in charge of at the middle counter? Oh, the middle... Oh, dat ging te snel. What's the 4th option on the menu screen? Oh, dat was goed. Might Adina is... first color? Oh. Okay, what start with the first Bishroom Kingdom? Name Jagger's Sensei Johnny. Oh, good. Carbon cookie? Oh, dit gaat niet goed. The female beetle silver. 50 coins? Oh, dit gaat niet goed. Peach's triple move called. Die gaat niet goed. Nice. Famous sculpture in Nimbus Land. Guess? Oh, die gaat niet goed. Dit. I have verloren. Dan doen we hem gewoon even opnieuw. Niks aan de hand. Die quiz is moeilijk omdat ik heb dyslexie, dus ik kan niet snel genoeg lezen. Oké. Does Bowser learn at level 15? Uh-oh. The Moville Blues. Die gaan niet goed. Color on the curtains of Mario's house. Wat? Frog Sage Cracked Pie. Boosters. What? Belong return the people into scarecrows. Garrow burgles. Carrot? Wat is Cinder Toad charge of in the middle counter? Geen armor. Oh, dat is de in volgens mij. Wat is de 4th option in the menu screen? A journal. Niet? Jinx. The 3rd spear star piece found. Star Hill. Nee. Baby sculpture in Nimbus Land. Garrow. Ja. Maar ik heb wel verloren. Is niet erg. Nu weten we een paar vragen die we kunnen krijgen. Wacht, is hier toevallig een geheime tunnel? Nee, oké. Nog een keer. Forget it, I already know. Who's the famous sculpture in Nimbus Land? Dat is Garrow. Who's the red essence to? Give you strength. Mallow asks for the frog sage, a cricket pie. Which enemy is only found in the sunken Mr. Kipper? Nee, Speardovich is a boss. Dinah's what? Little brother. Mole Blues and Mole Soil. Cinder Toad charge on the middle counter, the inn. What does Birdo come out of? An eggshell. What is the name of Jagger's Sensei? Jinx. What's the 4th option in the menu screen? Items. Well done. Oké, wat moeten we hier doen? Ah yeah, let's see how well you can count. Give a 10 second, give ja 10 seconds 10 to tell the number of barrels in the room. Maar ik kan nu gewoon alvast tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dit is sad. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oké. Oh. Really can count. Oh, fuck. 3, 6, 10. 15. 23, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 49, 40, 42, 43, 44, 45, 47 tel ik er. Is dat dan op? Oh, kut! Ik heb weggeladen de 47, kutzooi. Wat? Moet ik die hele taffe zijn ding opnieuw doen? Nee. Oké. Okay, what's the chef's name in Mandy Moore? Tart. What's Dinah? Is the little brother. Axem Rangers. Red. Mario Mallow Pete's triple move is Healing Rainbow. What is the Jagger's Sensei? Jinx. Speardovich is a boss. What's the Cinder Toad in the middle counter? The inn. The boy getting his picture taken at Marrymore can't wait. Skiing. Oh, dus weer anders. Kut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 deze keer. Het zijn er 14. Het zijn er 14. Het zijn er 14. Oh. Oké. Okay. 6, 10, 15, 21. 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 40. 45 gaat het deze keer. Oh jee. Now for something completely different. Boo, Goo, Bones and Kip competed in a triathlon. The triathlon included swimming, cycling and a marathon. It's up to you to guess which place each person came in. So listen well to what they have to say. I fell into 4th place during the bike race, but finally ended up in the same place as I did in the swimming event. Okay. I came in 3rd for swimming and never did better in the events after that. Okay. I placed the same in the swimming and cycling events, but 2 others beat me in the marathon. I outdid Boo both on my bike and the final rankings. Wat was er ook weer met Boo? Fell into 4th place during the bike race, but finally ended up at the same place as I did in the swimming event. I came in 3rd for swimming and never did better in the events after that. I placed the same in swimming and cycling events, but 2 others beat me in the triathlon. Dus Dry Bones werd 3e in totaal? Oh, in de marathon. Dry Bones werd 3e in de marathon, oké. Okay. Boo, both bike and the final rankings, oké. Okay. Fell into 4th place during the bike race. Oké, okay, dat betekent dat Goomba en Cheep 1e en 2e zijn geworden met biken volgens mij. Dat is raar. Boo and both on my bike and in the final rankings. Okay, go and talk to them in order they came in and return here. Okay. Oh, Kip, Boo, Bones en Goo. And that's the way it was. Ik vind dat moeilijk gebeuren. Moet ik dat relatieve ding opnieuw doen? Oké, we gaan het wel opnieuw doen. Hey, 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 it's me, the quizmaster, and it's quiz time. Need an explanation? Nee. Oké, what's the chief's name of Mandy Moore? Tart. What's the full name of the boss at the sunken ship? Johnny Jones. Huh? Rainy's husband's name. Oh, dit gaat niet goed. Blue? Ja. Yeah. Might is little brother. Bezos. Ladida. 45 minutes? Ah, the boy getting picture taken and Mandy Moore wou graag skiën. Moville Blues. Soil. Loves welke beverage? Grape juice. Ah. What technique did Bowser learn? Level 15. Terrorize. Oh, wat is dit een keuring? Fuck you om te doen. Maar ik hou gewoon lekker vol. Oké. What color is the end of Dodo's beak? The end, yellow. Oh, wacht. Picture taken Marrymore. Getting married? Dinah is the little brother of Midas. Dinah's little brother. The third star was Stariel? Nee. Rainy's husband, Res? Ultimate enemy adventure. Moville Blues, moles covered in soil. Tadpole, dat is deze. What does the red essence give you strength? Unless for Croco have 2. Oh. Good. Ik ben een boze jongen, want het wil me gewoon niet lukken. Maar het gaat me wel heel lukken. YOLO's zijn weg. Nee, we hoeven geen explanation. Let me begin. Sculpture, Garrow. Jagger's Sensei, Jinx. Leader of Axem, Red. Red. Triple move, Healing Rainbow. Oh, good story. Which monster does not appear in Booster Tower? Jester. No. Was Rainy's husband, Res. 3. Oh, wat een gezever en gezeik is dit. Wat een gezever en gezeik. En als mensen denken van, ja, waarom doe je niet even rustig de vragen lezen? Dat gaat te snel en je moet binnen een bepaalde tijd... Kut. In een bepaalde tijd moet je antwoorden, die onzin. Soil. Speardovich. Abbas. Female beetle. Salvor. 1 coin. Password to the sunken strip. Pearls. Booster with generation. 7th. What are the column curtains? Blue. How long of a couple waiting in the chapel? 30 minutes. Ik had alles in één keer goed, lekker. Ja, we weten wat hier moet gebeuren. Zes, 7, 11, 12, 13. 13. 13. Now we'll see if you really can count. Oké, gaan we weer. 6, 10, 15, 21, 29, 30, 31, 40, 47. Zijn we weer. Include swimming, cycling en een marathon. I audit Kip in both on my bike and the final rankings. I came in third for swimming and never did better in the events after that. I placed the same in the swimming and cycling events, but two others beat me at the marathon. Oh, yeah. I fell into fourth place during the bike race, but finally ended up at the same place as I did in the swimming event. Oh, moeilijk! Ja, tuurlijk heb je een kip dan outdone. Place the same swimming and cycling events, but the two others beat me at the marathon. Ik denk dat Boo laatst is geëindigd. Ik heb geen idee. Weer niet goed. Boo, Kip, Bones en Goo. Oké. Oké, dus het is... Ik weet nu welke volgorde ik aan moet houden als het goed is. Ja. Ze veranderen namelijk alleen welke tekst bij welke dude hoort, zeg maar. How long have you the couple inside the chapel? 30 minutes. What's Rainy's husband's name? Res. Boy wil skiën. Dat is Healing Rainbow. That's the first monster you see in Piefold. Ooh. Nice. Famous sculpture in Nimbus Land. Garrow. How do you cliff at lands? The flying through bus. Oh. Red. Current Juice. Doing when she was kidnapped by Bowser, she was digging for worms. Oh. Items. Start the third starpeed fourth maze. Good. Saaiing. Wat is dit voor een heftige kut aflevering, jongens? Wat een heftige kut aflevering. Oh ja. What did character and Goo have in common? Monster Town inhabitants. Red Essence for strength. Cinder Toad, the inn. Boy getting picture taken, skiing. Leader of the Axem Rangers, Red. Cricket Pie. Current Juice. Healing Rainbow. Kijk. Nice. Nou, gaan we weer tellen. Zes, 12, 15, 16. Dus goed, 12, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 40, 49, 54 kom ik op. Is dat een optie? Anders gaat er iets niet goed. Nee, er zal 44 zijn. Nee! Ah, ik had even wat meer mijn best moeten doen. Ik ga gewoon niet stoppen totdat we deze tyfuszooi hebben opgelost. Jonathan Jones. Dodowski. Terrapin. Little brother. Abbas. Res. Strength. Nice. $15. Okay. $56, maar dat kan toch niet kloppen? Hè? $12, $24, $35, $40. 46. Hè? Gaan we weer. $45. Okay. I play the same swimming and cycling events, but the two others beat me in a marathon. I outdid Boo both on my bike and in the final rankings. I came in third for swimming and never did better in the events after that. Dus Kip is sowieso laatste. Dat weten we nu inmiddels. Volgens mij is het Dry Bones. Dry Bones, Goomba, Boo, Cheep, cheep. Nou. Die laatste hebben we in ieder geval door, maar... Dry Bones was nu ook goed. Ik had alleen dus weer die andere twee had ik weer verkeerd om. Oh, ik wil geen explanation. We hebben dit al 700 keer gedaan, deze aflevering, jongens en meisjes. Oh, kut. Oh, dat gaat goed. Nou, ik vind dat als ze weten dat je het niet meer kan halen, dat ze meteen moeten zeggen van Milani, je kan het niet meer halen. Oké. Dit wordt een boys and girls. Scarecrows. Nice. Okay, leave Britney alone. 15. Oké. ...44. Goed, zijn we weer. Dry Bones is laatste. Die is eerste. Dry Bones is laatste. Yay, hè. Het is eindelijk gelukt, boys and girls. Oh, wat? Oeh, een saveblok. Die kunnen we wel gebruiken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.